Goedemorgen bij het welkom bij de Omgevingswet in Beeld van het programma Aan de Slag met de Omgevingswet. En we gaan kijken naar het webinar. Wat wordt er straks anders voor de toezichthouder binnen het toezicht- en handhavingsproces en het WKB-proces? En Ellen Zwiers zal deze workshops gaan geven. En zij is senior begeleider implementatie VTH van de Omgevingswet bij de VNG. En ik ben Marja van der Boom. Ik werk al sinds 2015. Bij het programma Aan de Slag en nu in de rol van adviseur netwerken en events. Dan laten we beginnen, Ellen. Geef ik het woord aan jou. Ja, dank je Mario. Goed, we gaan het vandaag hebben over toezicht en handhaving en dan in relatie met de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Ik wil jullie eerst graag meenemen in de netwerkkaart. Dat is een overzicht waar allerlei processen en systemen op staan. Dan ga ik met jullie de diepte in het toezicht- en handhavingsproces en kijken wat de impact is van de Omgevingswet op dat proces en op de rollen binnen toezicht- en handhaving. En daarna ga ik het WKB-proces de stukjes benoemen die impact hebben bij toezicht- en handhaving. De netwerkkaart is een hele grote plaat, zeg maar. Dus ik weet niet of die bij jullie bekend is. Maar het is, als je hem op A0 uitprint, dan kun je hem heel goed zien. Dus dan kan je hem ook ophangen. Hij geeft een heel mooi overzicht over welke processen en systemen allemaal aan elkaar gekoppeld zijn. En wat je allemaal georganiseerd moet hebben om klaar te zijn voor de Omgevingswet. Dus het is een heel mooi overzicht waarin aangegeven wordt hoe komen bepaalde dingen binnen, welke processen lopen ze door en welke aansluiting moet je realiseren. Dus het is een hele mooie combinatie van processen en systemen. Als je kijkt naar de opbouw van de netwerkkaart, dan zitten er allemaal componenten in. Dus er zit een stukje in loket, hoe komen aanvragen binnen. En zo zitten er allerlei andere onderdelen in. Ik heb nu eventjes voor dit webinar gekeken wat heeft nou het meeste relatie met toezicht en handhaving. Nou, dat zit in het stukje van idee tot afhandeling zit iets. Uiteraard toezicht en handhaving, plan tot publicatie en applicatiebeheer. Dus dat zijn even de dingen die ik voor vandaag eruit wil lichten. Het onderdeel van idee tot afhandeling, dat is één stukje binnen de hele netwerkkaart. Daar worden een aantal processen benoemd. En onder andere bijvoorbeeld verkennen, begeleiden, initiatief en behandelen vergunningaanvraag. En er zit ook een proces D, behandelen meldingen in. En in dat behandelen meldingen zit een stukje van de meldingen bijvoorbeeld voor sloop of voor gebruik of milieu. Maar er zit ook een stukje in over de WKB-melding. Nou, en daar zal ik ook vandaag wat aandacht aan besteden wat dat betekent voor toezicht. En als je kijkt naar welke relatie heeft toezicht met deze processen, dan loopt daar ook weer een lijntje naar deze processen toe vanuit het toezicht- en handhavingsproces. Wat in deze netwerkkaart het oranje proces is. Dus als je het totaalplaatje ziet, dan zie je precies alle relaties. Hier zit dus het stukje toezicht en handhaving. Dus dat staat een beetje uit mijn hoofd rechtsbovenaan de netwerkkaart. En daar gaan we dus vandaag verder op inzoomen. Op de netwerkkaart is hier redelijk sumier weergegeven. Er komt waarschijnlijk nog een update waarin iets meer details weergegeven zullen worden. Maar vandaag komen we op alle details wel terug. Dan zit er ook nog een onderdeel in van plan tot publicatie. Dus dat gaat over het omgevingsplan. Dus het maken van het omgevingsplan, het publiceren van het omgevingsplan. En wat daar de relatie met toezicht is, is vooral de hele beleidscyclus. Ben je als toezichthouder ook betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe regelgeving? Dus dat ronde plaatje is zeg maar de hele beleidscyclus. Waarbij je rechtsbovenaan beleidsontwikkeling hebt, dus het maken van een omgevingsvisie en een omgevingsplan. Dan wordt dat verder steeds meer gedetailleerd beschreven in welke regels staan er dan in dat plan. Vervolgens wordt dat uitgevoerd, dus dan wordt er een vergunning verleend, bijvoorbeeld op basis van die regelgeving. En linksbovenaan heb je de terugkoppeling. Je hebt toezicht gehouden en je bent erachter gekomen dat die regelgeving toch wel heel erg... Er is volgens mij nog... Iemand die niet op mute staat. Ik hoor af en toe even wat gegalm. Linksbovenaan heb je nog een stukje over
Als je dus toezicht hebt gehouden en er blijkt dat bijvoorbeeld een bepaalde regel heel lastig handhaafbaar is, dan is het goed om daar ook over te praten. Dus dit is zeg maar een hele beleidscyclus waarbij het belangrijk is dat je als toezichthouder een rol gaat krijgen in de advisering over de totstandkoming van de regels en de evaluatie op de regelgeving. Dan zit er ook nog een stuk in de netwerkkaart, dat is groen en dat is applicatiebeheer. Daar zitten alle aansluitingen staan daarin verwoord. En het rechterspoortje waar onder andere bijvoorbeeld zaaktype en financieel en documentbeheer staat, dat zijn zaken die je ingericht moet hebben in je eigen VTH of zaaksysteem. En dat geldt voor alle processen, dus voor toezicht, maar ook voor de andere processen. Dat zal ingericht moeten zijn. En de andere, die wat meer links staan, overal waar zo'n bolletje staat met het aan de slagteken, met dat oranje stipje in het midden, dat zijn aansluitingen met de DSO. Dus er zal ook een aansluiting met de DSO gerealiseerd moeten zijn vanuit je eigen systeem, zodat je bepaalde aanvragen kunt ontvangen en kunt behandelen. Dus hier staan eigenlijk alle aansluitpunten die gerealiseerd moeten zijn. En dit is een mooie checklist om te kijken of dat inderdaad op orde is of niet. En er staat op de site van de IPLO ook nog meer informatie over wat je allemaal moet regelen, hoe je dat allemaal moet doen. Dat geldt heel algemeen. Het gaat niet specifiek over toezicht en handhaving. Maar ook voor toezicht en handhaving moet je bijvoorbeeld zaaktype ingeregeld hebben. Als je dan kijkt naar, ik heb nu een klein stukje verteld over de netwerkkaart. Naast de netwerkkaart is een heel mooi tool de werkende processen, waar jullie ook zelf binnen je eigen organisatie mee aan de slag zouden kunnen gaan. Er zijn een aantal werkende processen die in opdracht van de VNG zijn gemaakt. Dat is verkennen en begeleiden initiatief, behandelen vergunningaanvraag, toezicht en handhaving, wijzigen omgevingsplan en het beleidsproces. Die zijn dus allemaal in het kader van de Omgevingswet opgesteld. En die zijn hier op deze site te vinden. Dus als jullie zelf nog wat meer de diepte in willen qua processtapjes voor die toezicht- en handhavingsprocesplaat, dan kan je dat op deze manier bekijken. Deze procesplaten zijn op A3 geprint, heel goed te lezen. Verder is er later nog een zesde procesplaat aan toegevoegd. Dat is de behandelen, melding, bouwactiviteit. En die is gemaakt in het kader van de WKB. Dus dat is ook interessant voor toezicht en handhaving, want daar ook relaties liggen met het toezicht- en handhavingsproces. Wat gaan we vanochtend doen, is het stukje toezicht en handhaving. En hoe heeft dat relatie met alle andere processen? Je hebt eigenlijk als eerste zou je het verkennen en begeleiden initiatiefproces kunnen hebben. Dat is natuurlijk niet iets wat, waar een initiatiefnemer verplicht doorheen moet lopen. Maar bij wat complexe aanvragen is het fijn als je eerst dat proces doorgelopen hebt voordat je echt een vergunning en een melding binnenkrijgt. Vervolgens heb je dus het behandelen vergunningaanvraag of behandelen meldingen. Dus er komen omgevingsvergunningaanvragen binnen en er komen diverse meldingen binnen. Die worden allemaal afgehandeld. Vervolgens kan er ook nog een melding gedaan worden voor de WKB. Dus als de gevolgklasse 1 bouwwerk is, dan zal er een melding voor de WKB gedaan worden. Die komt ook binnen bij de gemeente. En die heeft ook weer een relatie met toezicht en handhaving. Dus vanuit het vergunningenproces kan je een doorstap maken naar toezicht en handhaving. En vanuit de melding voor de bouwactiviteit ook. Dat zal straks wat helderder worden als ik daar op in ga zoomen. Ik wil nu eerst eventjes de inhoud ingaan op het toezicht- en handhavingsproces. Dat is deels eerst een algemeen stukje en daarna ga ik inzoomen op de procesplaat. En overigens wat Mario net zei, als jullie echt een dringende vraag hebben, mag je handje opsteken hoor. Dus dan kan ik je gewoon het woord geven en dan kan ik de vraag beantwoorden. Kan de vraag wachten, dan mag het gewoon in de chat. Als je kijkt naar de rol van toezicht en handhaving in de beleidscyclus, dat is eigenlijk wat ik net al een stukje heb toegelicht bij de netwerkkaart, is heel belangrijk dat je dus kijkt, hoe kan ik betrokken raken bij het vaststellen van de regels en hoe organiseren we dat we ook betrokken zijn bij de toetsing van de regels in de praktijk. Dus waren die regels nou goed uitvoerbaar in de praktijk voor jullie als toezichthouder? Dus dat is een adviesrol. Er staat hierbij intern adviesrol nieuw. Gelukkig kom ik bij een aantal gemeenten tegen dat die adviesrol nu ook al wel redelijk goed ingevuld is. Maar bij de meeste is het toch nog wel, is het wel voor verbetering vatbaar om het echt regulier te doen. Dus dat je altijd als toezichthouder aan tafel zit en niet pas aan tafel zit als er problemen zijn geweest.
Dus als je tegen een aantal dingen bent aangelopen, zegt, nou, nu moeten we toch even gaan kijken wat we aan die regels moeten doen. Dat je gewoon vooraf al daarover meegedacht hebt. En ook kan meedenken over hoe je daar straks in de praktijk mee om kunt gaan. Dus dat is eigenlijk de rol binnen de planvorming in relatie tot de omgevingswet. En vooral het omgevingsplan is goed dat jullie daar een belangrijke rol in gaan krijgen. Dan samengevat de belangrijkste veranderingen voor de toezichthouders. Je hebt straks minder vergunningen en meer algemene regels. Dus je zou als gemeente kunnen bepalen dat je een aantal dingen vergunningvrij maakt. En dat je dan overgaat naar de algemene regelgeving. Dat is dan wat lastiger toezicht houden. Want je kunt niet zeggen of een regel wel of niet, of er aan een regel wel of niet voldaan is. Dus die algemene regels maakt het wat minder één op één controleerbaar, zeg maar. Datzelfde geldt voor de zorgplicht. Je hebt een zorgplicht waarbij je dus moet zorgen voor een goede fysieke leefomgeving. Dus ieder burger en ieder bedrijf is verplicht om daar aan te voldoen. Maar wat is dat dan precies? En wanneer vind je dat het goed is en wanneer vind je dat het niet goed is? Dus die zorgplicht is voor een toezichthouder wel zoeken hoe je dat precies gaat controleren. En daar ook belangrijk dat je met elkaar als toezichthouder van één organisatie afstemt. Hoe ga ik dat dan doen? Dus wat vind ik goed, zeg maar? En wat op basis van welke constateringen vind ik dat ik door moet pakken en dat ik het niet akkoord vind? Dat je ook als toezichthouder een beetje dezelfde lijn volgt en niet binnen één gemeente met verschillende maten gaat meten. Dat geldt ook voor die middelvoorschriften. Dus je hebt eigenlijk meer doelvoorschriften en minder middelvoorschriften. Het is bijvoorbeeld een doel dat je regenwater goed moet af laten voeren. Maar hoe je dat dan doet, dat staat niet beschreven. Dus wat vind jij als toezichthouder dan een goede manier om je regenwater af te laten voeren? Dus daar zou je moeten zoeken naar wat is goed. En het kunnen meerdere varianten zijn. Dus het is niet één goede oplossing. Dus daar is ook zoeken hoe ga ik toezicht houden en hoe zorg ik ervoor dat we met z'n allen op dezelfde manier naar de situatie kijken. De omgevingswet die straalt echt integraliteit uit. Dus het is belangrijk om te kijken hoe integraal kunnen we ook toezicht gaan houden. Dus hoe wat minder sectoraal, minder per vakgebiedje. Maar gewoon kijken, kunnen we niet samen een toezicht gaan voorbereiden en samen toezicht gaan uitvoeren. Dus als gemeente samen met de omgevingsdienst of misschien met de provincie of zelfs met het waterschap. Dus kunnen we samen optrekken of niet? Het is niet per se een doel dat je altijd samen moet optrekken. Dus dat je heel gekunsteld gaat kijken wat kunnen we samen doen. Maar als het samen kan, is het goed om het samen ook te gaan doen. Verder is het zo dat voor de milieuzaken ga je vanuit een inrichting naar een activiteit. Dus dan zou je ook moeten kijken van hoe krijg ik nou de samenhang in alle verzoeken die ik binnenkrijg. Dus er komen allerlei verschillende meldingen binnen en hoe hou ik die allemaal bij elkaar? Omdat je niet meer aan een inrichting iets ophangt, maar alles aan een activiteit is opgehangen. Dus dat maakt het bij de behandeling, als het binnenkomt, wat ingewikkelder, maar ook wel voor toezicht. Hoe zorg ik er dan voor dat ik dat als gebundelde zaak zeg maar, kan oppakken? Dan nog de meldingsplicht. Dat is, nu ben je ook verplicht om te melden. En als je niet gemeld hebt, dan mag je eigenlijk je activiteit niet uitvoeren. Maar straks is het echt voor bepaalde activiteiten verboden. Dus iets strengere regelgeving dan onder de huidige wetgeving. Dan hebben we DSO, landelijke voorzieningen. Nou, DSO is voor het aanvragen van een vergunning en het doen van een melding heel belangrijk. En ook voor het inzichtelijk maken van welke plannen, welke regels zijn van toepassing bij deze, in dit gebied. Daar heeft de DSO heel veel toegevoegde waarde, maar voor toezicht en handhaving eigenlijk niet. Dus je kunt niet een melding doen dat je, je hebt iets geconstateerd bij de buurman of je ziet dat een bedrijf iets uitstoot wat je graag wil melden. Daar heeft de DSO geen functionaliteit voor. Dus dat soort meldingen die je wilt doen of signaleringen die je wilt doen, die doe je op een andere manier. Dus dat zal in de meeste gevallen op dezelfde manier zijn dan nu. Dus waarschijnlijk via de website of via de telefoon of via een formulier. Maar daar biedt de TSO dus geen functionaliteit voor. En als je kijkt naar samenwerken, dus als je wilt samenwerken met ketenpartners vanuit de gemeente bijvoorbeeld, dan biedt de TSO een samenwerkingsfunctionaliteit, maar die is dan ook niet bedoeld voor het samenwerken binnen toezicht.
Dus daar is ook weer, daar val je eigenlijk terug op je huidige manier van werken. De reden daarvoor is overigens dat je, als je gaat samenwerken via DSO samenwerkingsfunctionaliteit, dat alles wat je daar inzet, ook voor iedereen die in de samenwerking werkt, zichtbaar is. Dus als je als vergunningverlener in de samenwerking mag werken, dan zie je dus ook alle inhoudelijke toezichtszaken en alle details die daarmee gemoeid zijn. En dat wil je misschien niet. Dus dat is één reden waarom dat niet de bedoeling is om daar gebruik van te maken. De andere reden is dat toezichtzaken vaak langer lopen. En binnen het DSO samenwerkingsfunctionaliteit is het zo dat alles na een jaar wordt opgeschoond. Dus dat is een andere reden. Er wordt nog wel aan gewerkt om DSO samenwerkingsfunctionaliteit wel geschikt te maken voor toezicht. Dus het is wel zo dat er nog ontwikkelingen zijn die het wel mogelijk maken. Maar op dit moment, zoals het er nu voor staat, is het nog niet mogelijk. Dan hebben we nog de inspectieview. Dat is een voorziening waarbij eigenlijk alle informatie bij elkaar komt over handhaving. Het is verplicht voor de basistaken die door de omgevingsdiensten wordt uitgevoerd. Het is voor de overige taken niet verplicht om te vullen, maar het kan wel helpen om het te vullen. Het wordt bij de omgevingsdiensten over het algemeen gebruikt. Bij de gemeenten en bij de provincies is het niet altijd overal bekend. Als iedereen binnen jouw gebied inspectieview heeft en gaat vullen, dan heeft het wel toegevoegde waarde. Dan kan je kijken hoe acteert dit bedrijf. Gaat met name over het gedrag van een ondernemer bij handhaven. Is het een bedrijf wat zich eigenlijk altijd netjes aan de regels houdt, alleen nu misschien even niet zo goed weet wat de regels zijn, of even geholpen wil worden hoe die daar dan het beste aan kan voldoen? Of is het een ondernemer die altijd in overtreding is en waar je wat strenger wilt optreden? Dus het gaat vooral om hoe ga je optreden en wat is jouw prioriteit om daar naartoe te gaan of niet? Denk je als je een aantal dingen te doen hebt en je kunt niet alles oppakken, is dan een ondernemer die zich altijd netjes aan de regels houdt, die ga je misschien onderaan het lijstje zetten en iemand anders zet je misschien bovenaan het lijstje. Dus dat kan inspectieview bieden, dat inzicht. Maar dan is wel belangrijk dat ook het zoveel mogelijk gevuld gaat worden. En het kan gevuld worden vanuit de verschillende VTA-systemen. Dus het is niet een systeem erbij, maar het wordt gevuld met gegevens vanuit het VTA-systeem. Die kun je uploaden in inspectieview. Dus het zou kunnen helpen als iedereen het gebruikt en iedereen het goed vult. Dan, voordat ik naar de procesplaat ga, nog eventjes de omgevingswet impact in grote lijnen. De procesplaat bestaat uit 4 stappen. Dat is voorbereiden, toezicht houden, uitvoeren, toezicht houden, voorbereiden, handhaven, uitvoeren, handhaven. En eigenlijk komt alles terug op toezicht houden. Dus je gaat altijd een keer een controle uitvoeren. En op basis van die controle uitvoeren zaak ga je kijken, wat ga ik verder doen? Of is het akkoord of niet? Dus op basis van verschillende triggers ga je beginnen met toezicht houden. En dan ga je die voorbereiden en dan ga je die uitvoeren. Vervolgens kan het zijn dat je over moet stappen naar handhaven. Dus dat je gaat kijken van, dan moet ik een last zonder dwangsom of bestuursdwang of wat ook maar, of bestuurlijke boete gaan opleggen. Dat kan zijn dat je die overstap gaat maken en dan ga je naar het handhavenproces. Als je puur kijkt naar het handhavenproces, zit daar niet de grote impact van de omgevingswet. Dus de impact zit vooral in de manier waarop je toezicht houdt en niet zozeer in het stukje handhaven. Dus een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang blijkt eigenlijk hetzelfde. Het enige wat wel impact heeft, is dat je meer mogelijkheden gaat krijgen in het toepassen van de bestuurlijke boete. En de gedoogbeschikking gaat iets anders werken qua handhaven. Daar heb ik even tussen haakjes bij gezet. Exacte details worden nog uitgezocht. Dus dit zijn punten die in het land verzameld zijn van, ja, dit zijn echt wel dingen die impact hebben. Daar kan ik jullie nu nog niet meer over vertellen dan dit. En er zal nog verder meer informatie over komen via de VNG. Als je kijkt naar het stukje voorbereiden en handhaven, dan is het ook zo dat daar ook weer dingen binnenkomen, kunnen komen vanuit de kwaliteitsborger. Dus binnen het WKB-proces kan het zijn dat de kwaliteitsborger zegt, oh wacht even, nu gaat er iets gebeuren wat niet goed gaat. Ik wil een melding doen bij de gemeente en daarmee wil ik aangeven, ga alsjeblieft kijken wat er aan de hand is, want dit gaat niet goed komen met dit bouwwerk. Nou, dan begin je eigenlijk ook weer met het uitvoeren van een controle. Dus je gaat eerst toezicht houden om te kijken wat is er aan de hand en hoe zou ik moeten gaan optreden.
Dan in dat oranje vlak onderin heb ik nog even een paar dingen benoemd wat ik in het land tegen ben gekomen. Is dat ze aangegeven wordt, goh, als ik een handhavingsverzoek binnenkrijg, dan is dat misschien ook wel handig om dat te bespreken aan de omgevingstafel. Want de omgevingstafel heb ik eigenlijk allerlei verschillende expertise aan tafel zitten. Dus van verschillende ketenpartners, verschillende vakgebieden zitten allemaal bij elkaar. En ik wil eigenlijk ook graag die expertise hebben om mijn handhavingsverzoek te kunnen beoordelen. Dus dat zou kunnen helpen. En het kan ook zijn dat je misschien nog wel weer andere partners of andere functies nodig hebt dan die aan de omgevingstafel zitten. Maar aan de omgevingstafel heb je wel alle partners bij elkaar die je waarschijnlijk nodig hebt. Dus dat zou kunnen dat je daar gebruik van maakt. En als je bijvoorbeeld kijkt naar legalisatieverzoeken, is het ook zo dat sommigen kijken, kan ik het niet aan de intaketafel bespreekbaar maken. De intaketafel is bij de meeste gemeenten een tafel waar alle nieuwe initiatieven eerst op tafel komen om te kijken, goh, willen we hier verder mee gaan? Is het een initiatief waarbij we in gesprek willen gaan met de initiatiefnemer om het verder vorm te laten geven en echt het ontwerp te maken en misschien een vergunning laten aanvragen? Vinden we dit een acceptabel iets om bij onze gemeente te laten ontwikkelen? Nou, op die tafel kan je natuurlijk ook zeggen, vinden we dit iets wat te legaliseren is of niet? Vinden we dat we hierbij af mogen wijken van de regels die we eigenlijk opgesteld hebben? Dus daar zou je misschien ook gebruik van kunnen maken. Dus dat is eigenlijk meer een tip. Als je toch al bepaalde overlegtafels hebt, kan je daar misschien ook bij aanschuiven. Ik zie een handje. Frank, zeg het eens. Ja, daar ben ik. Ja. Ja, ik had een vraagje. In de chat is er een beetje een discussie aan de gang over de informatieplicht. Zou je misschien wat kunnen ingaan hoe jullie de rol van de informatieplicht zien in de verhouding tot toezicht? Wij bij HNK hebben bijvoorbeeld voor sommige activiteiten hebben we een start en een moeten mensen een dubbele informatieplicht doen, aan het begin en aan het eind. En die kunnen wij ook deels zien als een start- en stopmelding. Maar hoe kijken jullie daar tegenaan? Voor zover ik weet is het, zeg maar, als je de meldingsplicht, dan mag je ook de activiteit niet uitvoeren als je niet gemeld hebt. Informatieplicht moet je wel informatie delen, maar je mag eigenlijk wel gewoon verder gaan met het uitvoeren van je activiteit. Ja. Dus je kan niet zeggen van je hebt iets niet, je hebt de informatie niet gedeeld, dus ik ga hem direct optreden of zo. Dus het is eigenlijk puur vragen om informatie en, ja, en dan hopen dat je het ontvangt, zeg maar je mag niet zeggen van jij mag de activiteit niet uitvoeren. Nee, dat is duidelijk, maar je kunt wel, het kan wel een signaal zijn natuurlijk. Je kunt het als signaal gebruiken binnen je eigen organisatie. Om te kijken van er is iets begonnen. Misschien moet ik even langs om te kijken of alles goed gaat. Als je denkt van, die locatie, die ken ik. Of... Ja, nou kijk, er zijn natuurlijk meerdere informatieplichten. Maar als je puur, als je zegt er is iets begonnen, is dat de informatieplicht stadbouw, denk ik dat je bedoelt. Dus als je dan weet van ze zijn iets aan het doen, of misschien dat je een andere activiteit of milieumelding kan ook misschien. Maar dus het is wel een signaal, hey, ze zijn begonnen met iets en moet ik misschien gaan kijken of dat goed gaat. Dat is zeker waar. Ja, ja, oké, okay. Dankjewel. Ja. Dan de procesplaat van toezicht en handhaving. Alle procesplaten van de VNG bestaan uit vier stappen. En dat zijn stappen die eigenlijk altijd van toepassing zijn. Vaak is het zo, als je binnen de gemeente je eigen proces beschrijft, dan ga je één niveau dieper en dan ga je wat meer stappen beschrijven. En die meer stappen worden dan vaak ook ingericht in het VTH-systeem. In deze procesplaat is de groene tekst is de impact van de Omgevingswet en de wat fellere blauwe tekst is de impact van de WKB. De eerste processtap is voorbereiden handhaven. Daarin heb ik een aantal dingen omcirkeld. Gaat over, met name over ketenpartners. Dus hoe betrek je ketenpartners en welke afspraak heb je daarmee gemaakt? Over adviesvragen, intern en extern. En over de digitale checklist. En hier staat ook nog een stukje inspectieview, maar die heb ik net al even toegelicht. Op het moment dat je begint met toezicht en het is een toezichtzaak, wat geïnitieerd is doordat er een vergunning verleend is of een melding is gedaan, dan is het belangrijk dat die informatie vanuit het proces daarvoor goed bij jullie terechtkomt. Dus hoe is die informatie vastgelegd? Hoe krijg je dat goede vergunningendossier tot je beschikking, zodat je goed toezicht kan houden?
Dat is op zich niks anders dan onder de huidige wetgeving. En wat is belangrijk, dat er goed, goed over nagedacht wordt hoe die informatieoverdracht is. Het is ook goed om te kijken, zijn alle aanleidingen om te komen tot toezicht, zijn die allemaal vastgelegd in het vergunning- en toezicht- en handhavingssysteem of in het zaaksysteem. Dus een vergunning kan resulteren in een toezichtzaak, dan zit die uiteraard in het systeem. Maar het kan ook zijn dat er gewoon een melding binnenkomt via het KCC of via de website. Zijn dat allemaal zaken die ook geregistreerd worden als zeg maar startpunt van toezicht? Staat dat erin en heb je dat geregistreerd en weet je dan de volgende keer ook wat je daarmee gedaan hebt? Wat ik in het begin al zei is dat de omgevingswet heel veel integraliteit uitstraalt. Dus hoe integraal zou je je toezicht kunnen gaan voorbereiden? Kun je kijken, kan ik met meerdere ketenpartners op pad gaan? Of is dat eigenlijk gewoon in dit geval niet van toepassing? Of is het gewoon niet handig omdat het zo gedetailleerde controles zijn dat het beter apart kan? Maar als het ook geïntegreerd kan, dan is het goed om daarover na te denken. Ook het geven van advies, dus als je niet per se samen op pad hoeft te gaan, maar je hebt wel bijvoorbeeld voor een bepaald vakgebied advies nodig voordat jij op pad gaat, in hoeverre kan je dat integraal oppakken? Heb je misschien een aantal experts bij elkaar zitten voordat jij op pad gaat als toezichthouder? En heb je misschien ook een toezichttafel? Dus dat is in ieder geval volgens mij ergens aan de kust, ik dacht Zandvoort of Scheveningen, dat weet ik het niet meer uit mijn hoofd, die hebben volgens mij een toezichttafel, omdat daar heel veel verschillende aspecten aan de orde zijn op het gebied van openbare orde, maar ook op het gebied van andere regels, zeg maar, binnen dat natuurgebied en binnen bij de duinen. Dus er zijn allerlei verschillende aspecten die overtredend zouden kunnen zijn. En daardoor kun je dan een toezichttafel hebben met verschillende expertises die kunnen zeggen, goh, dit is aan de hand en hoe gaan we samen daarin optrekken? Ik heb geen andere voorbeelden uit het land, maar misschien zijn er ook wel andere zaken die ook waarbij het handig is om zo'n tafel te organiseren. Is uiteraard niet verplicht of zo, maar als het helpt, dan zou het mooi zijn om dat in te gaan richten. Het is goed om te kijken, is er ook maken jullie gebruik van een checklist op dit moment? Is dat een checklist in je VTH-systeem? Is dat een checklist vanuit het integrale toezichtprotocol? Is die checklist straks ook totaal integraal gemaakt? Zitten daar alle aspecten in, niet alleen van jouzelf, maar ook van de andere toezichthouders? Dus hoe groot wordt die checklist? Hoe integraal is dat en hoe integraal pak je zo'n controle op? Dus kijken naar de checklisten en of de checklisten ook omgevingswetproof zijn, is denk ik goed om als een van de punten te bekijken. Verder is het zo dat toezicht- en handhavingsbeleid in de meeste gevallen ook verder aangepast zal moeten worden. In ieder geval omdat er een nieuwe omgevingsplan is. Dus iedere gemeente maakt een omgevingsplan. Dat hoeft pas af te zijn in 2029. Maar dat wordt natuurlijk wel alvast gevormd vanaf nu. En in ieder geval vanaf 1 januari of de inwerkingstredingsdatum van de omgevingswet zal het tijdelijke omgevingsplan van kracht zijn. En dat, daarvan moet je zo kijken van en hoe willen wij daar toezicht op houden. Welke prioriteiten stellen we daarin? Wanneer gaan we er wel of niet heen? Dus het beleid zal zeker daarop aangepast moeten worden. Het is goed om te kijken, als je vanuit de gemeente kijkt, dat je ook met de omgevingsdiensten afspraken maakt over de samenwerking. Dus wanneer gaat de gemeente op pad, wanneer gaat de omgevingsdienst op pad, wat kunnen we samen doen, maar ook wat zijn de regels. Er kunnen dus ook milieuregels in het omgevingsplan opgenomen worden, wat betekent dat een toezichthouder van de omgevingsdienst die milieuregels dus ook moet kennen om te weten hoe die daarop moet gaan controleren. Dus dat is goed om daar afstemming mee te hebben en misschien ook wel in de samenwerking wat je samen doet of wat je niet doet en hoe je elkaar informeert over toezichtzaken. Dan is het ook nog zo dat je door die andere soort regels, wat ik zei, meer algemene regels, meer zorgplicht, doel in plaats van middelvoorschriften, heb je misschien ook wel een andere competenties nodig van de toezichthouder. Dat wil niet zeggen dat jullie dat nu niet hebben, maar het is goed om te kijken, voldoen alle toezichthouders aan de competenties die je nodig hebt voor de nieuwe manier van toezichthouden? En zo niet, hoe kunnen we ervoor zorgen dat daarop bijgespijkerd gaat worden? En inspectieview hebben we het dan over gehad. Dan komen we in de tweede processtap, uitvoeren toezicht. Dus je hebt het helemaal voorbereid en dan ga je vervolgens op pad.
Daar heb ik dus, er zijn een aantal dingen omcirkeld die vooral te maken hebben met de WKB. Daar kom ik straks er even op terug. Hier zit een stukje ook weer ketenpartners heb ik onderstreept. Dat gaat ook over het integraal uitvoeren. Dus net als we net gezegd hebben, in hoeverre kun je integraal je toezicht voorbereiden, is hierbij ook het punt in hoeverre kun je integraal je toezicht gaan uitvoeren. Dus ga je dat samen op pad. Dan is er ook nog een stukje wat ik omcirkeld heb over mobiel device. Dat maakt het toezicht houden een stuk makkelijker qua administratieve last, zeg maar. Dus als je een mobiele versie van je VTH-systeem hebt, dan helpt dat heel erg in het vastleggen van je resultaten. Dus ik zie in het land wel heel veel toezichthouders met een iPad of een andere tablet op pad gaan. Maar soms is het ook gewoon dat je vanuit je systeem alle documenten moet downloaden en uploaden op je tablet en daarmee op pad gaat. Maar het mooiste is als je het systeem waar je mee op pad gaat op je tablet hebt. En dat je ook kan zeggen ik heb dit en dit gedaan en daarmee ook direct verwerkt hebt in je VTH-systeem. Dus dan hoef je niet meer ook nog eens een keer als je terug bent op kantoor alles te gaan verwerken in je systeem. Dus dat is het mooiste als dat er is. Heel veel leveranciers bieden dat ook, zo'n zeg maar op pad versie. Kijk of dat bij jullie ook aan de orde is. En het helpt in de mate van administratie wat je moet doen als toezichthouder. De DSO-samenwerkingsfunctionaliteit had ik het over gehad. Dat is dus niet bedoeld voor toezichthouders om mee samen te werken. Dus het is goed om afspraken te maken over hoe je dan wel gaat samenwerken met eventueel met ketenpartners. Wat ik in het land zie is dat er heel vaak al overlegvormen zijn of dat er via mail of in dit geval het laatste paar jaar ook via Teams overleggen elkaar opgezocht wordt en gekeken wordt hoe je samen op pad kan gaan. Soms zijn er al vaste afspraken met omgevingsdienst of met veiligheidsregio die al af en toe binnen zijn bij een gemeente om af te stemmen. Wat speelt er allemaal? Er zijn heel veel verschillende vormen mogelijk, maar is in ieder geval niet mogelijk via DSO. Wat ook aan de orde is en wat deels ook al bij vergunningenproces en initiatievenproces besproken is de schablonen. Dus welke brieven maken wij, welke checklisten gebruiken wij waar we mee naar buiten gaan. Dus welke documentatie gebruiken wij en wat, vooral ook wat gaan we naar buiten sturen. Dus welke brieven of besluiten maken wij waar iets in staat over regelgeving. Dan moet dat uiteraard omgevingsuitproef gemaakt worden. Dus er kunnen ook wel een aantal zaken zijn die je gewoon intern gebruikt waar niet per se regelgeving in staat. Maar als je echt een brief maakt waarbij je verwijst naar iets, dan is het belangrijk dat daar nergens meer iets staat over de WABO en dat er niet meer een bestemmingsplan of wat ook maar genoemd wordt. Dus dat dat ook aangepast wordt naar de omgevingswettermen. Dan ga ik naar voorbereide handhaven. Daar zit ook weer een stuk in wat vooral met WKB te maken heeft. Daar kom ik straks op terug. En er zit nog een stukje in over die handhavingsverzoeken en de omgevingstafel. Dus wat ik in het plaatje hiervoor ook al deels heb aangegeven. Dus je zou eventueel handhavingsverzoeken kunnen bespreken aan de omgevingstafel. En wat ook nog een vraag is, heb je je handhavingsproces ook in je VTH-systeem georganiseerd? Of houdt het op bij toezicht? Is het zo dat de toezichthouder constateert, ja, ik moet gaan handhaven. Die draagt het over naar de handhavingsjurist en dan stopt eigenlijk het proces. Dan gaat de handhavingsjurist uiteraard wel brieven maken en allerlei zaken oppakken. Maar soms is het zo dat dat niet vastgelegd wordt in het systeem. Dus dat is goed om over na te denken. Wil je dat hele proces doortrekken? En wil je ook alle handhavingsstappen vastgelegd hebben in het systeem? Zodat je een compleet pakket hebt en bij de volgende keer ook weet wat er exact gebeurd is in dat handhavingsproces. Of laat je het handhavingsproces buiten je VTH-systeem en zijn dat brieven die ergens opgeslagen zijn? Dus dat is goed om een afweging te maken, wat levert het op en wat kost het me qua tijd om het in het systeem te doen. Dan de laatste stap van deze hele processpraat is het uitvoeren van handhaven. Nou, dat is eigenlijk niks anders dan nu. Dus je gaat een bepaalde sanctie uitvoeren, daar verandert op zich niks aan. En wat ik hier omcirkeld heb is weer het heroverwegen van de regels. Dus dat is die toezichthouder, de rol van de toezichthouder in de hele beleidscyclus. Die heb ik al eerder genoemd en dat is dus ook het moment dat hier aan de orde komt. Het is niet zo dat je na iedere handhavingszaak zegt, nou dan wil ik even met de mensen van het omgevingsplan op tafel gaan zitten. Maar het is wel goed om ervaringen te gaan verzamelen in de loop van de tijd dat je een aantal handhavingszaken gedaan hebt. Dat de conclusie is, bij deze gevallen vind ik het toch niet heel handig hoe de regelgeving in ons omgevingsplan is beschreven. Dus zullen we het daarover hebben.
Dus je kunt daar wat praktijkcasussen verzamelen om te bespreken binnen die hele beleidscyclus. Voor zover het hele proces, dus voorbereiden toezicht, uitvoeren toezicht, voorbereiden handhaven, uitvoeren handhaven. Dat is de hele procesplaat. Dan wil ik nu graag overgaan naar de Mentimeter. Heb ik 3 vragen aan jullie. Je kan de Mentimeter opstarten door naar menti.com te gaan en deze code die hier bovenaan het scherm staat in te voeren. Je kan ook met je mobiel die QR-code scannen. Of je kunt in de chat, zit nu een linkje, die kun je ook aanklikken. Dus op verschillende manieren kun je bij deze Mentimeter komen. Ik zal jullie even de tijd geven om erin te komen. Wat leuk dat er allemaal hartjes ontstaan als mensen binnenkomen. Nou, loopt nog mooi op. We zitten bijna aan 30 deelnemers. Nou, wat mij betreft mag de eerste vraag wel op het scherm komen. Ik denk dat er nog genoeg mensen binnen gaan komen, maar dat is prima. Dan kun je zo aanhaken als je er eenmaal in zit. Ik zal de vraag voorlezen en ondertussen kunnen jullie ook nog even verder inloggen. Heeft u nagedacht over een integrale voorbereiding en uitvoering van toezicht? Dus bijvoorbeeld per thema of per gebied of met welke ketenpartners zou ik het op willen pakken of niet? Eerst is, ja, daar hebben we over nagedacht en de werkwijze moeten verder nog uitwerken. De tweede is zelfs, ja, dat hebben we over nagedacht ook al uitgewerkt. Derde is, onze conclusie is dat het eigenlijk niet zo vaak integraal opgepakt kan worden. Vierde is, daar moeten we nog over na gaan denken. En die laatste weet ik eigenlijk niet, die paarse waar nu 4 mensen op scoren. Volgens mij zijn er 4 antwoordmogelijkheden. Ik weet even niet wat paars is, maar het geeft wel een beeld. Je zit er met 39, 40 mensen erin. Oké, nou, fijn om te zien dat het grootste deel in ieder geval over nagedacht heeft. En misschien nog deels uit moet werken, maar daar hebben jullie ook nog tijd voor. Er zit ook een deel... waarbij daar moeten we nog over nadenken. Dus ongeveer 2020 zie ik nu. Nou, het is goed inderdaad om daarover na te denken voordat de wet in werking treedt. Ik zie een handje van Mario. Ja, er staat bij 7. Dat is een leeg vakje. Ja, dat zie ik ook. Maar er zijn volgens mij maar 4 antwoordmogelijkheden. Dus ik weet niet zo goed wat het 5e antwoordmogelijkheid is. Ja, dat is niks. Nee. Overig, denk ik. Dus die 7 laten we even buiten beschouwing. We hebben dus 50-50 over nagedacht of nog niet. Dus misschien een goed punt om te kijken wat jullie daarmee zouden willen. Mag we over naar de volgende vraag. Heeft u een beeld over de gewijzigde rol van de toezichthouder en de daarbij behorende competenties? Dus is er een beeld gevormd van, goh ja, dit gaat misschien toch iets anders vragen van de toezichthouder en goh, wat zouden we daarmee willen en hoe gaan we ons als organisatie daarop voorbereiden? Oké, nou, ik zie dat... Het grootste deel, dat beeld beginnen we nu te vormen, dus dat is hartstikke goed. Dus goed om daar over na te denken. Zelfs 5 mensen dat hebben heel scherp, dus dat is helemaal super. Misschien dat die 5 ook nog die beelden kunnen delen met andere collega's die er nog over na moeten denken. Want er zijn nog 8 die aangeven, daar moeten we nog over nadenken. Dus misschien dat die 5 kunnen helpen bij die 8 om verder vorm te geven daaraan. Op de VNG-site staan trouwens ook nog competentieprofielen van een aantal gewijzigde functies. Misschien dat jullie daar ook nog iets mee kunnen. Dus, maar fijn om te zien dat van de 55 antwoorden in ieder geval 41 dat beeld ook aan het vormen zijn. Dus goed om over na te denken. Dan de derde vraag. Vindt er al afstemming plaats tussen de gemeente en de omgevingsdienst over de regelgeving in het omgevingsplan? Dus zijn er ook milieuregels straks, worden die opgenomen in het omgevingsplan? En hoe zit het dan straks met de regels die anders zijn per gemeente? Dus voor de omgevingsdienst wordt het wel wat ingewikkelder, want die moeten dan voor alle gemeenten eigenlijk de omgevingsplannen bekijken om te kijken welke regelgeving is hier precies van toepassing.
Dus zijn jullie daar al mee bezig? Zitten we weer ongeveer aan 50 antwoorden. Daar zijn we over in gesprek. Dat is hartstikke mooi, 16. 34 moeten nog opstarten. En niemand heeft het ingepland. Dus het is of je bent ermee bezig of je moet er nog mee beginnen. Nou, in ieder geval, kijk, er is natuurlijk nog tijd. Het is natuurlijk niet zo dat, vanaf 1 januari het omgevingsplan totale andere regelgeving in zich heeft dan op dit moment. Maar het kan wel zijn dat ook al een aantal regels aangepast zijn vanuit het tijdelijke omgevingsplan. Dus de bruidschat die over is gekomen en alle rijksregels, die kan je dus als gemeente ook al aangepast hebben. En dat kan invloed hebben op de omgevingsdienst. Als je daar weinig aanpassing in hebt, dan heeft het iets minder invloed. En dan zal het misschien in de loop van de jaren, op het moment dat het omgevingsplan meer vormgegeven wordt, meer impact hebben. Maar goed om daar oog voor te hebben in ieder geval. Oké, hartstikke mooi. Bedankt voor jullie antwoorden. En we gaan straks verder. Ik ga nu eerst even weer mijn scherm delen. En dan gaan we verder met een stukje WKB. Goed, de impact van de WKB op dit proces. Als je kijkt naar het totale plaatje van wat er eigenlijk gebeurt als het over gevolgklasse 1 bouwwerk gaat, dan is dat dit plaatje. Ik weet niet of jullie inmiddels meerdere webinars de afgelopen 2 jaar hebben gevolgd over de WKB. Daar komt heel vaak ditzelfde plaatje in naar voren. Ik heb nog even wat dingetjes daaraan toegevoegd. Als je helemaal links kijkt, dat is een toevoeging die ik gemaakt heb over het kan zijn dat er optioneel een verkende begeleide initiatiefproces aan de orde is geweest voor een bepaald initiatief. Dat gaat vooraf aan alles. En op een gegeven moment komt er een aanvraag omgevingsvergunning binnen. Dus dat is 1. Er komt een omgevingsplan, vergunning, dus eigenlijk gewoon een omgevingsvergunning die gevraagd wordt en waar getoetst wordt op de regels van het omgevingsplan. Dat komt bij de gemeente binnen en daar heb je dus 8 weken de tijd voor om dat te gaan verlenen. En daar ga je toetsen op het omgevingsplan en op de welstandsregels. Daar zit ook dat plaatje van die knip in. De omgevingswet heeft een knip gemaakt in het ruimtelijke deel en het bouwtechnische deel. Dus het ruimtelijke deel komt als omgevingsvergunning binnen. Daarna, als het om een gevolgklasse 1 bouwwerk gaat, komt er een melding bouwactiviteit binnen. Die moet 4 weken voordat de bouwactiviteit uitgevoerd gaat worden, moet die gemeld gaan worden. Die komt binnen bij de gemeente en die moet beoordeeld worden. Vervolgens is er een moment een startbouw. Dat is dan 2 dagen voordat ze werkelijk gaan starten, moet er een startbouw gedaan worden. En dan is daarna dat oranje stukje, daar is de kwaliteitsborger aan zet. En die gaat controleren op wat er allemaal gebouwd gaat worden. En of het allemaal aan de regels voldoet die in het borgingsplan en de risicobeoordeling benoemd zijn. Dus dat oranje deel is eigenlijk vooral de kwaliteitsborger die aan de slag gaat. En dan bij het rode deel, de gereedmelding, dan gaat degene die gaat bouwen 10 werkdagen voordat het bouwwerk in gebruik genomen gaat worden, moet hij gaan melden dat het klaar is. En er komt een compleet dossierbevoegd gezag binnen die ook beoordeeld kan gaan worden door de gemeente. Nou, als je dan kijkt naar de rol van de toezichthouder, zit hij daar ergens. Die begint ongeveer, ja, die heeft ook een stukje rol bij de toetsing van het ruimtelijke deel van de omgevingsplanactiviteit. Dus eigenlijk zit je ook al een stukje in dat 8 stukje. Maar vooral puur op de WKB gericht, begint hij ergens bij wanneer de eerste melding gedaan wordt. En hij eindigt zodra de gereedmelding gedaan is. En daar kan je zelf voor kiezen in hoeverre je die rol, gaat invullen of niet. Want als je kijkt naar voorbereiden van toezicht, dan heb je, als je de focus hebt op de WKB, is het dus zo dat voor de gevolgklasse 1 meldingen een melding gedaan wordt bij de gemeente 4 dagen voor de start. En dan kan je dus af gaan vragen, ga ik dan direct al iets doen als toezichthouder? De bouwtechnische toets wordt door de externe kwaliteitsborger gedaan. De externe kwaliteitsborger stelt een risicobeoordeling en een borgingsplan op. Dat wordt meegeleverd met die melding en die komt binnen bij de gemeente en wordt beoordeeld. Mario? Ik zie een vraag dat ik denk toch interessant misschien om even te vragen. Waarom zit de informatieplicht einde bouwwerkzaamheden niet in het schema?
Die informatieplicht is relevant voor bouwwerken die onder de WKB vallen, maar ook voor alle, tussen haakjes, niet-WKB, dus vergunningplichtige bouwwerken. Ja, die zit niet in de, ja, klopt. Zit niet in het schema, zit wel in het hele WKB-proces, dat klopt. Het is eigenlijk wat vooral in het schema zit, is ook die laatste gereedmelding, waarbij het totale dossier binnenkomt. Dat heeft echt wel impact, omdat het gewoon een totaal nieuw dossier is. En uiteraard komt daarna nog de informatieplicht aan de bouwwerkzaamheden, dat klopt. Dus wat dat betreft is het schema inderdaad niet helemaal compleet. Dat klopt helemaal. Maar het is wel een onderdeel van het hele proces. Wat goed is om te kijken van, heb ik als toezichthouder een rol in, in de beoordeling van die melding? Dus als die melding binnenkomt van, ik heb een kwaliteitsborger in de arm genomen, dit is de risicobeoordeling, dit is het borgingsplan, wil je dan alvast meekijken als toezichthouder? Dat je kijkt, goh, als ik dat zo zie, dan wil ik eigenlijk wel vaker op locatie gaan kijken, want ik weet niet of dat goed gaat komen. Zou je dat willen of laat je dat eigenlijk los en ga je pas op het moment dat er een startbouwmelding is aan de slag? En wat doet bijvoorbeeld een vergunningverlener in deze beoordeling en wat doe je als toezichthouder in deze beoordeling? Vervolgens heb je de eerste, je beoordeelt eigenlijk de melding en de melding beoordeel je op, hij is goed of hij is niet goed. En als hij goed is, dan mag hij dus na die 4 weken mag hij dus gaan starten met zijn bouwwerkzaamheden. Als hij niet goed is, moet je binnen 4 weken laten weten dat hij niet goed is en dan moet hij een nieuwe melding doen. Dus dat is hetzelfde proces als voor andere meldingen die op dit moment van toepassing zijn. Dus het is goed of het is niet goed. Die beoordeling kan je als vergunningverlener bijvoorbeeld al doen op basis van een checklist die gemaakt is. Vervolgens kan je ook op basis van die melding of als je toezicht gaat voorbereiden. Goh, hoe ziet dat risico? Hoe zien die risico's eruit? Ziet de borgingsplan eruit? Heb ik misschien nog extra informatie nodig tijdens het hele bouwproces? Wat zou ik willen hebben? Wil ik die informatie nu gaan opvragen? Dat kan je dus alvast bij deze melding gaan voorbereiden als toezichthouder. Op het moment dat je dan bij uitvoerend toezicht kijkt, dan is het zo dat je in het toezicht- en handhavingsbeleid bepaalt waar je wel of niet naartoe gaat. Kijk, als toezichthouder ga je altijd naar een bouwwerk toe voor het ruimtelijke deel. Dus meestal al voor het uitzetten, maar daarna ook voor het controleren of het aan de omgevingsplan eisen voldoet. En de omgevingsvergunning die verleend is. Maar het is de vraag, wil je dan ook nog verder gaan kijken? Of laat je dat over aan de kwaliteitsborger? Want daar is het eigenlijk ook voor bedoeld. Kwaliteitsborger doet in principe die controle. En je krijgt als gemeente ook geen leesjes voor dat soort controles. Dus hoe ver wil je daarin gaan? Nou, dat heb ik net gezegd. De toezichthouder doet sowieso de controle naar aanleiding van de omgevingsvergunning. Wat de input is van dit stukje toezicht, is dat je ook kan kijken van, goh, ik ben er toch al. En dan zie ik ineens dat er iets gebeurt wat volgens mij niet goed gaat. Dus je bent er en dan ga je verder controleren. Of je hebt een startbouwmelding binnengekregen. Dus na de eerste melding bouwactiviteit zal er daarna een startbouwmelding binnenkomen, waarbij die dus binnen 2 dagen wil gaan starten met bouwen. Dan weet je, er gaat iets beginnen en ik wil er naartoe. Het kan ook zijn dat je extra informatie opgevraagd hebt en die heb je binnengekregen en dat kan een reden zijn om er naartoe te gaan. Het kan ook zijn, dan hoop ik niet dat dat heel vaak voorkomt, dat de kwaliteitsborger zegt, oh wacht even, dit gaat niet goed. Die kan dan een informatieplicht doen, informatieplicht strijdigheid. Dan zegt hij eigenlijk, ik kan straks geen verklaring afgeven of de kwaliteitsborger is ermee gestopt. Dus je mag niet een bouwwerk opleveren zonder kwaliteitsborger. Dus als de kwaliteitsborger ermee stopt, failliet gaat of wat ook maar, dan heb je ook een probleem, want dan mag het bouwwerk niet opgeleverd worden. Of de kwaliteitsborger zegt, ja, ik heb echt zoveel overleg gehad met die aannemer, maar het voldoet nog steeds niet aan de regels. Dus ik kan straks geen verklaring afgeven dat het goed gebouwd is. Dan gaat hij dus aan de bel trekken bij de gemeente. En als gemeente heb je dus de handhavende taak om daar dus naartoe te gaan. Dus dan ga je als toezichthouder eerst controleren. Kijk je wat er aan de hand is. Moet ik de bouw stilleggen? Moet ik iets anders doen? Moet er iets afgebroken worden? Of kunnen ze gewoon doorgaan? En gaat het om iets kleins bijvoorbeeld? Dus dat is even om te constateren, wat is er aan de hand? Ga je als toezichthouder er altijd naartoe. Dus je controleert en dan bepaal je vervolgens of je eventueel moet gaan handhaven. Dan heb je een stukje bij het voorbereide handhaven. Na die controle kan er overgegaan worden tot handhaven. Nou, dat zijn dezelfde regels als bij andere handhavingszaken. En aan het einde van het bouwtraject krijg je dus die gereedmelding bouw binnen. Dat is een melding die je in het DSO binnenkrijgt.
Daar zit de verklaring van de kwaliteitsborger in. Daar zit het dossier bevoegd gezag in. Dus de verklaring van de kwaliteitsborger is dat hij verklaart dat hij alles heeft gecontroleerd en dat het volgens de regels is opgeleverd. En dat hij dus ook heeft ook een verantwoording van de beheersmaatregelen. Er zit alles in wat hij gedaan heeft. Ik heb toen dit gecontroleerd, daar is dat uitgekomen. Ik heb hier een foto van gemaakt, ik heb dit nagemeten, ik heb dit gedaan. Dus hij verantwoordt wat hij gedaan heeft en daarmee zegt hij, het is opgeleverd volgens de regels. Er zit ook een compleet dossierbevoegd gezag in. Er zitten alle tekeningen in die van het werkelijk gebouw, dus het S-beeld dossier. Dus precies zoals het gebouwd is, dat zit allemaal in het dossier. Nou, dan is de vraag bij de gemeente, ten eerste, hoe diep ga je in deze beoordeling? Wil je eigenlijk alleen maar zeggen, het dossier is compleet prima? Of wil je echt inhoudelijk het dossier ook echt gaan controleren? En wie gaat het dan controleren? Kan de vergunningverlener dat, die op dit moment ook de bouwtechnische vergunning aanvragen controleert? Of moet je als toezichthouder dat doen? Of doe je dat samen? Dus hoe kan je deze beoordeling goed inbedden in de organisatie? Wat is de rolverdeling tussen vergunning en toezicht? Dat is goed om naar te kijken. Ik merk in het land dat heel verschillend bij omgegaan wordt. Dus dat soms bij vergunningverlening neergelegd wordt. Dat soms gezegd wordt, nee, op dit moment is het echt, na de startbouw is het echt van de toezichthouder. Die pakt alles verder op en die controleert ook dit laatste stukje. Dus dat is goed om te kijken, waar valt dat binnen de gemeente qua rolverdeling? Dan is het zo dat er een verbod op ingebruikname is. Tot het moment dat die gereedmelding beoordeeld is. Dus die gereedmelding moet 2 weken voordat je het in gebruik wil nemen binnen zijn bij de gemeente. Dan moet je binnen die 2 weken zeggen dat het akkoord is of niet akkoord is. Of je laat niks van je weten. Als je binnen 2 weken niks van je laat weten, mag je binnen 2 weken het pand in gebruik nemen. Laat je binnen 2 weken weten dat die akkoord is, mag het ook. Laat je binnen 2 weken weten dat het niet akkoord is, dan mag die niet in gebruik nemen. Dus per definitie ligt er een verbod op ingebruikname op. Die wordt opgeheven zodra die 2 weken verstreken zijn. En als je, tenzij er aan is gegeven dat het niet akkoord is. Dus dat is wat je doet met die gereedmelding. In dit stukje heb ik geen wolkje opgenomen wat eigenlijk net gevraagd werd over dat laatste stukje. Dus als je deze gereedmelding gedaan hebt, dan komt er daarna nog een einde bouwwerkzaamheden, informatieplicht. En dan is het eigenlijk van het hele bouwwerk, de hekken zijn weg, het is weer, het hele terrein is weer toegankelijk. Dus dan is echt alles klaar. Dat is de laatste informatieplicht die inderdaad binnenkomt, waar je dus ook nog waarschijnlijk richting openbare ruimte bijvoorbeeld nog een aantal acties kan ondernemen. Dus het is zeker een belangrijke informatieplicht, maar ook in de beoordeling is het vooral tot en met de gereedmelding. François. Ja, ik heb wel een vraag over de gereedmelding. Ik heb natuurlijk al de vraag gesteld, als je zeg maar 20 woningen worden gebouwd, die 20 woningen worden niet altijd gelijktijdig opgeleverd. Heb je bij grote projecten van 100 woningen, dan is het helemaal, dan kan het bijvoorbeeld een jaar duren voordat zeg maar alles opgeleverd is. Maar de mensen trekken er wel in. Maar er is geen eindoplevering door de WKB gedaan, want het project is niet klaar. Hoe ga je daarmee om? Volgens mij moet het dan geknipt opgeleverd worden. Dus je mag het pas in gebruik nemen als ook dat stukje helemaal volledig gecontroleerd is. Dus voor zover ik even de wet ken, ik heb niet alle regels uit mijn hoofd, is het zo dat je dan deeloplevering hebt. Dus dat je niet eerst wacht tot alle 100 klaar zijn, want er zijn de eerste 50 inderdaad, die wonen er al. En je mag pas gaan wonen als die laatste gereedmelding is gecontroleerd. Dus je zal dan in stukjes moeten opleveren. De kwaliteitsborger zal in stukjes het project opleveren aan de gemeente. Maar dan gaat er dus ook zeg maar, voor die woning al gedeeltelijk de stukken overhandigd worden naar de gemeente toe? Ja. Oké. Ja, dat is wel de bedoeling op die manier. Oké, nog een vraag van Martin, zie ik een handje. Ik weet niet of je al praat, maar je staat op mute, Martin, dus ik hoor je niet. Ik hoor nog steeds niks, maar... Sorry, ik zie je mond bewegen, maar ik heb geen geluid. Dus misschien dat je vragen in de chat kan stellen, want dit gaat helaas niet lukken. Ik vind het wel fijn dat jullie trouwens wel je handje opsteken, dat we iets van interactie hebben, maar het lukt helaas niet.
Dus we hebben nog een paar minuutjes, dus ik wil graag overgaan tot de Mentimeter. Ik heb nog een paar vragen in relatie tot de WKB. En daarna sluiten we ook het webinar af. Hij mag naar de eerste vraag. Heeft u het WKB-proces al in kaart gebracht en ingericht in het VTH-systeem? Dus het hele proces van melding bouwactiviteit, is dat bij jullie organisatie al in beeld? En heb je zeg maar al een beetje beeld wat het gaat betekenen? Oké. Nou, de langste staaf is toch, we moeten hier nog mee gaan starten. We zijn momenteel bezig. Loopt ongeveer gelijk. Het proces is helder. Nou, er zijn drie, is helder en is al ingericht. Oké. En we wachten nu op de leverancier, is de eerste, of die iets op gaat leveren. Nou, in ieder geval voor die 19 goed om inderdaad te gaan kijken wat er nog voor moet gebeuren. Over het algemeen wat ik zie is dat de VTH-systemen niet direct al dit proces als een soort best practice proces erin hebben zitten, omdat het gewoon een nieuw proces is. Dus voor iedereen is het nieuw. Dus dat zal ook verder opnieuw ingericht moeten worden. Het zal waarschijnlijk wel door iemand een keer ontwikkeld worden en verder uitgerold kunnen worden. Maar goed om over na te denken. En het gaat gewoon gelijk in met de omgevingswet. Dus mocht de omgevingswet uitgesteld worden, wordt de WKB ook uitgesteld. Maar weet wel dat ze tegelijk ingaan. Dus dat je ook voor beide wetten klaar moet zijn. Oké, de volgende vraag graag. Heeft u afspraken over de rolverdeling tussen vergunning en toezicht en handhaving bij de beoordeling van de eerste bouwmelding en de gereedmelding aan het einde? Dus die eerste melding bouwactiviteit die binnenkomt, waarvan ik zei van, goh, wat doet vergunning, wat doet toezicht? En die laatste gereedmelding, wat doet vergunning en wat doet toezicht? Nou, ik denk dat iedere keer dezelfde drie alles al voor elkaar hebben. Ik zie een beetje een lijn in dat er ongeveer drie of vier zeggen, ja, dat hebben we allemaal klaar, dus dat is supergoed. Een aantal zijn ermee bezig en een aantal moeten nog over na gaan denken. Het zijn volgens mij dezelfde 18 die net gezegd hebben dat ook qua inrichting en qua procesuitwerking nog bekeken moet worden. Dus op het moment dat je het proces uitwerkt en kijkt hoe je het in wil richten, ga je uiteraard ook nadenken over de rolverdeling. Dus dat is ongeveer hetzelfde aantal als de vorige vraag, zie ik. Oké, bedankt voor de beantwoording. Dan gaan we over naar de laatste vraag, want het is inmiddels bijna tijd. Heeft u in het nieuwe toezicht- en handhavings- of het aangepaste toezicht- en handhavingbeleid vastgelegd wanneer de toezichthouder wel en niet actief gaat controleren op deze gevolgklasse 1 bouwwerken? Dus het is op dit moment zie ik ook wel in het land dat op de gevolgklasse 1 niet altijd gecontroleerd wordt in de hele prioriteitsstelling als toezichthouder. Maar wil je dat straks dan wel of wil je dat in dezelfde mate als je op dit moment doet? Dus is daarover nagedacht of niet? Nou, de meesten zijn, ik moet even kijken naar wat er weer staat, bezig met het met afspraken maken. Een aantal ook voor elkaar of moet nog opstarten. Nou, hier is het grootste gedeelte in ieder geval bezig met het maken van afspraken, dus dat ziet er goed uit. Dus hartstikke goed. Dus dat zijn even de highlights voor wat betreft het WKB-proces. Het hele proces, de hele procesuitwerking zit ook op de VNG-site. Dus als je echt in detail door wil gaan met wat komt er allemaal binnen, wat zijn de activiteiten, dan zou ik daarnaar naar willen verwijzen. Dus ik heb geprobeerd om in ieder geval even de highlights hier naar voren te laten komen. Wat mij betreft mag de Mentimeter afgesloten worden en zijn we ook klaar met het webinar. Het is volgens mij precies 11 uur. Dus ik wil je in ieder geval bedanken voor je aandacht en Mario gaat er even officieel afsluiten, denk ik. Ja, Ellen, hartstikke bedankt. Ik zie nog een vragendiscussie over de vraag van Martin. Wil jij die nu nog doen of gewoon achteraf dat we die op de website zetten? Of? Ik denk dat het goed is dat we die achteraf eventjes op de website zetten. Ik denk dat nu mensen ook gaan afmaken, want het gewoon tijd is. Ja, snap ik.
Nou, hartstikke bedankt. Dit was de laatste drie van de drie webinars die jij gegeven hebt. Hartstikke goed. Veel hoge opkomst. Er zijn nog meer webinars in het kader van Omgevingswet in Beeld. Die ga ik... Nou, ik dacht, die plaats ik even, die linken in de... Ja. Dus, dus er komen nog heel veel meer webinars. Wil je die zien, dan staat de link nu van de website. Heb je vragen? Het IPLO is altijd open. Dus je kan altijd schriftelijk of telefonisch vragen stellen. En dan krijg je als het goed is binnen 2 tot 5 dagen antwoord van ons. Ze doen zo snel als het kan. Nogmaals dank Ellen en jullie allemaal voor het bijwonen van deze webinars. En heel veel succes met de Omgevingswet verder namens het programma aan de slag. En fijne werkdag verder. En fijne werkdag verder.